Vroeger was de wereld nog een gewone leuke plek waar je kan chillen met je vrienden, maar nu is alles veranderd. Nee, geen zorgen. Ik ben nu bij de tafeltennistafel en je kan gewoon hierheen. Oh nee. Vlog. Fucking vloggers. Vlog. Hey, sorry, vind je het erg als ik... Vlog. Oh, hoi, vlog. Nee. Vlog. Ja, hey, ik hoef... Haal die vlog weg, alsjeblieft. Vlog. Vloggers zijn overal en ze nemen langzamerhand de wereld over. Zelfs gezinnen worden uiteengedreven door vloggers. Ja, we waren in 2006 al getroffen. Mijn broertje werd vlogger. Ja. Het begon met af en toe voor wat filmen, maar gewoon... Ik nam onze levens over. Er geen privacy meer. Zelfs mijn vriendin, die heeft mij verlaten dus. Vanwege mijn rare familie. Barlo dus. De vlogger. Ik heb dus voor mezelf gekozen. Spullen gepakt. En nu vertrekken. Enkel te China. Ik heb begrepen, YouTube is daar verboden. Geen vloggers. Zeker geen truitenvloggers. Hoop op een betere toekomst. Zonder mijn broertje. Telkens meer jongeren krijgen de diagnose vlogger. Het begint met de volgende symptomen. Te snel praten met weinig inhoud. Sensatie zoeken. Verhalen overdrijven. Zeuren om geld zodat hij geen echte baan hoeft te vinden. En vrienden die hij nooit heeft gezien. En het wordt zelfs veel erger. Vakantie is bedoeld voor je ontspanning. Alleen tegenwoordig krijg je op vakantie alleen maar vloggende kutpubers. Die je stiekem ongewenst filmen in je bikini en je dan gebruiken als thumbnail. Maar het kan nog erger. Een heel gezin kan ook besmet worden met de vloggerieves. En dan krijg je heuse vlogfamilies. Of natuurlijk het allerergste. Wanneer de vloggerieves de hersenpan van de vlogger heeft bereikt. Dan krijgen vloggers de laatste tijd nogal de neiging om te denken dat ze kunnen rappen. Wat ze niet kunnen. Armo, jarenlang gefund. Was mijn beste mat, toen kwam ik in je buurt. Ik heb liever de Slisking oplichtingstelefoon terug dan een Slisking rapcarrière. Vloggerieves is zo besmettelijk en gevaarlijk als aids. Stop dit. We kunnen niet allemaal gaan vluchten naar China. Dus moeten we het stoppen voor het te laat is. Met de anti-vloggerspray. De anti-vloggerspray is een gepatenteerde vloeistof die de hersenen aantast en ervoor zorgt dat er minder gevlogd wordt. En dankzij de anti-vloggerspray kan jij weer lekker buiten spelen met al je vrienden. Vlog. Nee, niet in je vlog. Ik heb de vlog. Vlogger. En vergeet natuurlijk niet even de boel vlogvrij te maken. Weg met die bacillen. Je wilt toch geen vlogger worden, of wel? Je zal geen last meer hebben van vloggers. Sterker nog, vloggers zullen een excuus komen aanbieden. Nee, het is nu te laat voor excuses. Ga weg. Vlog. Weg met je vlog. Vlog. De anti-vlogspray is zelfs zo populair dat wij bij de Dutch YouTube Gathering de boel vlogvrij mochten maken. Luister dan maar naar een van onze tevreden klanten. Door de anti-vloggerspray ben ik eindelijk gestopt met vloggen en heb ik ingezien wat voor schade ik heb aangericht bij mijn vrienden, mijn familie, mijn kennissen. Door altijd maar alles te vloggen en ook bij mijn broer die naar China is gevlucht voor mij. Het voelt nog altijd zo goed dat we al die kinderen op de gathering hebben ondergespoten. Ik bedoel, we krijgen nog zoveel dankbare reacties van ouders die blij zijn dat hun kinderen zijn gestopt met vloggen doordat wij ze hebben ondergespoten. Ik had eigenlijk niet eens door dat ik een vlogger was, maar dankzij de anti-vlogspray ben ik gewoon helemaal vlogvrij geworden. Dat is super fijn, want dan zit ik niet meer de hele dag te vloggen en vlog. Kornaap, rustig. Kom op. Je was weer aan het vloggen. Daar. Dus waar wacht je nog op? Bestel de anti-vloggerspray vandaag nog. Normaal kost die €666 en jij kan hem al hebben voor slechts 4 duimpjes omhoog en deze video te delen met al je vrienden. Dus geef die duim omhoog en deel deze video met al je vrienden en dan heb jij de anti-vloggerspray. Oh wauw, dankjewel anti-vloggerspray. Like en abonneer.